hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En we zijn even een tijdje wakker. We hebben lekker samen koffie gedronken. We hebben even ons omgekleed. Ik heb even snel het outfitje aangedaan. Ik ga zo namelijk sporten. Want ik heb me echt voorgenomen weer op te pakken. Ik ben weer 2 dagen niet geweest. En ik was net 3 dagen achter elkaar heel goed bezig. Dus ik ga vandaag weer sporten met Nessie. Om mijn dag goed te beginnen. Ik ga gewoon vandaag alles doen wat ik elke keer uitstel. Ik ben net thuis van het sporten. Ging echt super goed. Echt leuk dit op achtergrond te zien. Ik heb yoghurt gemaakt met aardbeien, walnoten en een beetje kaneel. Ik heb hier echt zin in. Ik ben nu dus bij de zonnebank. En ik ga onder een speciale zonnebank met collageenlampen. Zoals jullie weten wil ik mijn gezicht niet bruinen. En ik doe hem op de laagste stand en dan met die collageenlampen. Misschien niet perfect uit, maar dit is gewoon een perfecte ketenmaaltijd. Lekker een tartaartje met mayo, snijboontjes, tomaatjes en avocado. Nou, ik ben dus net onder de zonnebank geweest zoals je zag. Nou, er is nog niet heel veel van te zien. Mijn lichaam wordt altijd wel veel bruiner dan mijn gezicht. Ik lul trouwens, want ik doe mezelf bruinen echt op het laagste, op stand 1. En dan met die collagenenlampen. Dus ik word sowieso bij mijn gezicht niet zo bruin, maar mijn lichaam wordt wel zeg maar iets bruiner. Oh ja, je ziet echt een verschil. Ik vond die zonnebank trouwens echt super eng, want hij ging helemaal dicht. En ik ben zwaar claustrofobisch. Dus ik werd helemaal paniekerig. Dus ik heb eigenlijk de zonnebank een beetje half open gedaan. En toen heb ik er een kwartiertje onder gelegen. Ik vond het echt zo eng. Echt. Ik had hem op een gegeven moment had ik hem gewoon dicht gedaan. En ik dacht van ja, meer even volhouden. Het is maar een kwartiertje en dan ben je klaar. Maar ik kan gewoon nergens anders aan denken dan dat ik gewoon in een doodskist of zo zit. Ik vind het echt zo eng. Ik krijg er helemaal benauwd van. Ik ga zo even mijn make-up opdoen. En daarna ga ik even een outfit zoeken. Want we gaan straks even naar een verjaardag samen. Nessie komt zo met een half uurtje thuis. En dan gaan we rustig gaan klaarmaken. En dan gaan we eigenlijk vertrekken. Net een pakketje gehad van LA Sisters. En ik heb het nog niet geopend. Ik ben echt heel erg benieuwd. Volgens mij zijn het hun nieuwe sieraden. Want die zag ik voorbij komen op Instagram. Oh, zij zijn echt zo knap. Niet normaal, hè? Ja! De sieraden. Even kijken. Ik zie oorbellen. Ik ga ze even uitpakken. Ik heb ze uitgepakt. Dat zijn oorbellen. Hier zit dus LA op. Echt cute. Kijk. Hier hebben ze het ook in. En dan heb ik nog een ring. En daar zat ook LA op. Gelukkig zijn ze allebei goud. Want ik krijg dus helemaal geen zilver. Ik ben hier echt blij mee. Echt cute. Thank you. Kijk hoe cute deze ring is. Echt cute. En het handige aan deze ring. Ik heb best wel dikke vingers zoals jullie kunnen zien. Maar het is dus verstelbaar. Dat ik niet bruin was geworden. Maar mijn benen zijn gewoon bruin. En Nessie is weer thuis. Oh, jouw benen zijn vast bruin. Mijn benen zijn zwart. Nessie heeft een t-shirt. Nes, leg even jouw t-shirt uit. Hij komt echt met iets heel raars vanochtend naar mij toe. Ik moest ruiken aan je shirt. Maar leg eens even uit aan mijn volgers. Klopt, kijk. Dit is een Fresh Prince of Bel-Air shirt van Will Smith. En dit is een aflevering met een bloem. Yeah. Dat hij met een schoolklas ging hij meedoen met meezingen met toneelstuk. Maar het unieke aan dit shirt is, als je wrijft over de bloem, dan ruik je een bloem. En het is echt niet nep, mensen. Het ruikt gewoon echt naar een bloem. Het is zo raar. Hier is niks. En alleen op dat plekje daar. Ruikt het naar bloem. Ik weet wat mensen mee heeft gedaan, maar het zijn bokkie tofu. Nou, ik ben dus tegen deze hoek gekomen en toen kwam hij tegen de muur aan en toen is hij gebroken. Oh my god, gewoon in zoveel stukken, dat is echt niet normaal. En je hoort het gewoon nog kraken. Oh, ik ben helemaal ready. Ik heb helemaal een blauwe outfit aan vandaag. Laat je even zien wat ik aan heb. Ik heb een blouseje aan van de Zara. Die heb ik net nog even snel gestoomd. Is nog steeds niet helemaal perfect, maar beter dan hem, want het zag er net echt niet uit. Het is van de Zara van de nieuwe collectie. En ik heb een rok aan. Ik weet niet eens meer waar die van is, want dit is echt best wel een oude rok. Die heb ik vorig jaar gehad. En ik heb echt zo'n blauw outfit aan vandaag met deze sleehakken. Ik vind deze kleur echt super mooi. Een van mijn favoriete kleuren. Ik moet afschieten van Nessie. Dus ik ga snel mijn mobiel pakken, mijn zonnebril, mijn tas en dan ben ik ready. Jongens, zoals jullie zien heb ik een witte broek mee. Want Nessie vond deze rok een beetje te strak, hè? Vond je deze rok te strak? Maak je een boemerang van jezelf. Ja. Vond je deze rok te strak? Ja, zeker. Ik mag niet zo naar de verjaardag. Wij zitten inmiddels in de auto samen. En is ons echt aan het racen op het vaderland. Oh!
Wij zijn onderweg naar een verjaardagsfeestje. Een surprise. Het is een surprise toch, Nessie? Ja, maar wij zijn te laat, dus het is sowieso geen surprise meer. Oh, dus als wij eraan komen, is het eigenlijk al geen surprise meer. Een beetje dom, maar goed. Ik wou zeggen, we waren dus iets later vertrokken, want Nessie dus naar Amsterdam was gegaan. En toen ik thuis was gekomen, ging ik helemaal gelijk. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon meteen vertrokken. Want dus, ja, erg lelijk. Ga je echt lachen? Je bent echt nep. Waarom lach jij? Waarom doen ze voor mij schuld dat we nu te laat zijn? Dat was mijn schuld. Jij moest nog helemaal klaarmaken, joh. Ging je opeens lopen strijken toen we weg moesten? Stomen, niet strijken. Ach, man, Alea! Mooi muziek, Nessie. Oh! Wow! Wauw, pas op, Nessie! Oh my god! Pas op! Mijn god, deze auto. Niet normaal. Jongens, het was zo eng. Wij zijn even gestopt en we hebben de hulpdienst even gebeld. Politie en zo, die komen er zo aan. Maar oh, dat was zo eng. Er zaten dus drie jongens in, die waren gewoon tegen een vangrail aangereden. Ja. Eentje was gewoon eigenlijk in slaap gevallen. Besef dat wij gewoon de eerste auto erachter waren. Dus zeg maar, moest ik te hard rijden of niet opletten? Ja, maar waren jij moest ook echt genoeg moeite doen om te remmen, hè? Nee, dat is niet waar. Nee, jawel, je ging best wel een stukje door nog, toch? Nee, maar ik zag het gebeuren. Ik schrok van, gebeurt dit nou echt of niet? Dus daarom ging ik wat later remmen. Toen en ging het ging aan allemaal de zo snel. Ja, dat dus was zo eng. Er dus drie jongens in. Eentje was best wel, die had best wel veel pijn, hè? Ja, die zat achterin. Toch? Ja, en die airbags waren toch, hoe zeg je dat, afgegaan? Spannend. Dat is zo eng om te zien, maar gelukkig is er niks met ze gebeurd. Man. Ja. Maar ze waren allemaal gewoon op zijn leven tenminste, weet je toch? Dus ze waren echt allemaal in shock. Hoe ze, zeg maar, Nessie ging gewoon gelijk naartoe en ze waren toen nog in de auto, zeg maar. En hoe ze eruit kwamen, ze waren echt zo helemaal in shock gewoon van wat de fuck is er net gebeurd. Shock. Maar ze waren gewoon letterlijk alle drie in slaap gevallen, echt erg. Hier nog, je politie komt er al aan. Hier, kijk. Dat was de derde. Ja, ja, ze hebben ook wel hulp nodig. Want die auto staat ook letterlijk midden op de snelweg, jongen. Dat is zo gevaarlijk. Ik zeg van, ik was blij toen ik zeg maar de passagierskant de deur opende. Ja. Dat ik zag gelijk dat zeg maar, er was leven, je weet toch? Ja. Ik zag geen bloed, ik zag niks. Ja, maar ik zag er wel echt heel gechoqueerd uit. Ja, ze waren echt helemaal in shock. Ja. Maar ja, die jongen was, iedereen zeg maar, waren aan het slapen, je weet toch? Ja. Iedereen was moe in de auto. Ja. Dus ik doe die deur open. Ik zie, oké, hij is cool. Ik deed van achteren open. Die andere was ook cool. Ja. En toen liep ik naar voren en toen schrok de jongen dat hij mij zag. Hij herkende mij gelijk, je weet toch? Hij schrok. Ja, het grappig, en toen dacht ja, ik, kom snel aan de kant, dit, dat. Ja, ze herkenden ons wel. Dat was wel grappig. Ze waren helemaal in shock. En ze waren wel echt blij dat we ze hadden geholpen, man. Voilà. Eentje had helemaal schouder uit de kom. Ja. Dat zag er echt eng uit, zijn schouder, hoor. Hij had ook helemaal rood hier, hè, zijn nek. Ja, nee, hij moet echt wel even bekeken worden. Hij had echt heel veel pijn, hè. En, maar ze herkenden ons gewoon, terwijl ze helemaal in paniek waren. Dat was wel leuk. Ja, ik hoop gewoon snel de hulpdiensten daar zijn. En wij gaan nu weer verder door. En onze afspraak, we zijn nu nog later. Ja, man. Ik moest dus 112 bellen in België. Mirjam is heel slecht in panieksituaties. Ja, ik ben altijd heel zen. Ik blijf rustig, goed opletten. Ik wist niet of jullie het weten, maar ik wist het niet. Maar 112 is in België 101, toch? Dat zei ik ook tegen jou, maar je hoorde me niet. Ik was zo paniekerig. Ik verstond ze gewoon niet aan de telefoon. Dus ik zit te vinden. Flitsbaan 120 kilometer. Dus ik zei tegen Nessie, Nessie, jij moet praten. Ze praat gewoon Nederlands aan de telefoon. Ze echt niet Belgisch. Niet. Ja. Belgisch. Dus? Ja, ik versta het gewoon niet goed als ze zo snel praten. Je hebt gewoon tegen paniek. Maar ja, rustig blijven. Je hebt toch die man. Eindelijk aangekomen op bestemming. Dus ik pak de cadeautjes. Happy birthday! Oh, go! Kom het doen, ja? It's your birthday! It's your birthday! De gekke ghetto! Jongens, wij zijn bij de McDonald's in België. We zijn weg van de verjaardag. Het was echt super gezellig. Ik ging helemaal los alsof ik dronken was, maar ik drink niet. Nessie heeft me gefilmd, was echt voor schud. Ik was Britney Spears aan het zingen. Wij zijn nu bij de McDonald's in België. En ze hebben hier een andere menukaart. Je kan hier ook patatas brava's halen. Het is van die, zijn van die aardappels die je in Spanje ook kan eten met van die speciale saus erop. Weet je patata nog? Brava. Ken je die nog? Zeker. En wat zag ik nog meer? Oh ja, je hebt hier dus in België McFish en die kost €1,50. Gewoon visburg voor €1,50. Dat hebben wij niet in Nederland. Leuk. Ja, mag ik één grote cappuccino? Grote cappuccino? Ja. Sorry, maar momenteel we hebben geen cappuccino.
Dan meende niet. Ja. Wat hebben ze dan? Ook geen koffie. Heb je niks van koffie? Ja, nu ben ik boos. Ja. Mag ik dan een McFlurry Oreo? Nou, jij kan nu lekker eten, ik heb niks. Ja, dat was het dan. Ik kwam eigenlijk van koffie, maar goed. Ja, sorry. Nee joh, geen probleem joh. Wij zijn nog bij de McDonald's en Nessie heeft een lekkere bestelling en Mimi mag niks. Zo zijn we net als leeuwen. Zo. Zo doet Dina en Lier ook altijd. Nou, ik besweer dus op jij gaat zo'n McFlurry eten. McFlurry? McFlora. McFlurry Oreo. Waarom doe je zo raar? Van je ik vind het zo lekker, kom. Ja, maar je moet niet te veel, je hebt stekelhaar. Ik heb geen stekel. Kom. Kom een beetje met je haar zo, ik wil je haar een beetje voelen zo. Ja, oh. Allah. Je haar stinkt naar rook. Ja, nu denken ze. Je ruikt naar kampvuur. Nu denken ze dat ik heb gerookt. Nee, naar kampvuur. Mijn vader had zo één gekke kampvuur gemaakt. Niemand stond daarop te wachten. Gekke rook overal, alles. En iedereen stinkt nou naar rook. Ja. Vooral ik met mijn krullen. Dat blijft echt zo erg in haken. Niet normaal. Eeuw. Ah, oh, Mariemma. Heb je hier geen parfum of zo? Nou. Zo, we hebben er wel dat moeten we ook niet doen. En dat rode licht maakt ons ook echt niet knap, hè? Oh, patatahoofden. Hm? Deze de parfum, de man te denken, ja. Deze, omdat deze auto nu van mij is, heb ik zeg maar deze parfum van Mirjam. En dan, soms ruik ik zo'n beetje. Ah, oh, ruik je dan mij? Dan ruik ik jou. Oh, maar niet zo helemaal, ik doe zeg maar wel met die dop, anders is het best wel heftig, man. Gewoon een beetje zo. En denk ik, oh, Mariemma. Mariemma! Ella! We hebben vandaag echt heel veel meegemaakt. We hebben trouwens, het is vandaag echt zo'n ongelukkige dag. We zaten daar op verjaardag. Zo, mijn tante. Bro. Dat was zo eng. Mijn tante was zo. Zeg maar, je had zeg maar een deur die naar de tuin ging, toch? Maar dat was helemaal met glas. Ze heeft zo hard tegen die deur gehaald. En het grappige was. Bam! Grappig was ook haar dochtertje, was even maar daarnaast en ik zag haar gewoon lachen, ik ging helemaal stuk. Echt wat? Echt dood lachen, man. Nou, ik vond het best wel zielig, maar achteraf is het wel grappig. Nou, rijden maar!